Er zijn nog vier ploegen over. Deze halve finale belooft een waar spektakelstuk te worden. We wachten op de aftrap. Welkom allemaal bij de halve finale van dit spannende toernooi. Ja, en als je al zo ver bent gekomen, is dat een hele prestatie. Je wil natuurlijk ook verder. We gaan zo beginnen aan de wedstrijd Portugal tegen Brazilië. Op 28 mei 1928 werd op het FIFA-congres in Amsterdam besloten om een eerste wereldkampioenschap voetbal te organiseren. Dit eerste WK werd in 1930 gehouden in Uruguay en tevens door het gastland gewonnen. Ja, daarmee werd Uruguay tot de eerste officiële wereldkampioen voetbal. We kijken naar de 11 Portugese namen die het vandaag moeten gaan doen. De trainer heeft het strijdplan uitgetekend op zijn bekend. André Silva! Casimiro. Daar zit de tegenstander tussen. Heel slim van de scheidsrechter hoor. Hij geeft Portugal voordeel. Hij is langs de verdediger. Kan Portugal deze kans benutten? Paulinho. Daniel Alves. De bal gaat naar de zijkant. De tegenstander weet de paas eruit te halen. William Carvalho. André Silva. En dan sta je daar in de halve finale van het WK voetbal. Behorend tot de beste vier teams van de wereld. Zouden ze daarbij stilstaan? Ja, vooraf wel natuurlijk. Maar op het moment dat de wedstrijd begint, dan moet je dat van je afgooien en lekker gaan voetballen. Hallo, verdediging. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Cristiano Ronaldo. Een koud kunstje voor de keeper. Marcelo. Casimiro. Daniel Alves. Brazilië met de mogelijkheid op een treffer. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. En die bal gaat over de zijlijn. Die worp is voor Brazilië. Neymar. Marcelo. Neymar. Gabriel Jesus. Dat is een beste kans hoor. Veel scheelt het niet. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger. Waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. Nelson Semedo. Marcelo. Casimiro. Marcelo. Miranda. Neymar. Brazilië is weer bezig met een aanval. Gabriel Jesus. Komt daar de voorsprong aan? Je zou haast denken van wel. Daar is de voorsprong. En kijk eens wat een ontlading. Begrijpelijk, maar ze zijn er nog niet hoor. Ze moeten dit nog wel even op de streep trekken. Zonder moeite van dicht bij de goal ingewerkt. Ja, de speler moet ver komen van de verdediger. Die laat hier toch wel een flinke steek vallen. Er wordt afgetrapt en het is Brazilië dat het voorsprong staat. William Carvalho. Rafael Guerreiro. Cristiano Ronaldo even. En weer een aanval van Portugal. Hij staat gewoon aan de verkeerde kant te verdedigen. Gabriel Jesus. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. De Brazilianen richten zich. Coutinho. Hoekschop. De bal werd nog aangeraakt door de verdediger.
Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Paniek achterin. De verdediging heeft moeite die bal weg te krijgen. Neymar met een voorzet uit het boekje. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Paulinho. Die heeft twee tegenstanders om zich heen. Renato Augusto. Prachtig afgemaakt hoor, en wat een mooie aanval was dat. Ja, schitterend voetbal, heerlijk om naar te kijken. Combinatievoetbal van de bovenste plank. Cristiano Ronaldo. André Silva. Nelson Semedo. Die paas dat onderschept. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Verdediging in actie. Adrian Silva. Neymar. Gabriel Jesus. Marcelo met een grote kans. De verdediger blok. Gabriel Jesus. Over de zijlijn, inworp. Slechte inworp zeg, recht naar de tegenstander. William Carvalho, Portugal. Wat gaat de scheidsrechter hier beslissen? Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Komt hier. Portugal krijgt een vrije trap. Mooie vrije trap, maar deze doelman verstaat zijn vak. Hij weet die paas onderscheppen. Casimiro. Aanvallend spel hier van Brazilië. Hij verliest de bal. Adrian Silva. Ronaldo. De extra tijd bedraagt maar 2 minuten. Rafael Guerrero. Buitenspel gezet. Marcelo. Zouden ze het in de rust al over de finale hebben? Dit kan toch bijna niet meer misgaan? Ja, in theorie kan bijna alles in het voetbal. Maar ja, het lijkt me sterk dat ze nog in de problemen komen. En na een interessante eerste helft gaan we de laatste 45 minuten van de wedstrijd in. Laten we eens kijken wie er een plek in de finale afdwingt. Dat wordt een inworp. Coutinho. Coutinho heeft de bal nog steeds in bezit. De bal rolt ongehinderd door. Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. Paulinho. Renato Augusto, ingreep door de keeper. De corner is toegekend aan Brazilië. De bal wordt in de 16 gepompt.
Paniek in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. Die was er vandaag alles te slim af en dat willen ze nu met dubbele dekking voorkomen. Quaresma. Brazilië met de mogelijkheid op een treffer. Neymar kan hem gaan maken. Die paal heeft het zwaar te verduren, zeg. Casimiro. En de uitbraak wordt afgestopt. Opluchting bij de tegenpartij. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jury. Ja, hij speelt zeker niet slecht. Vrije trap voor Brazilië. Miranda. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. Casimiro. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Daar is het schot. Een super redding hoor voor de keeper. De Brazilianen mogen verder met een hoekschop. De Braziliaanse trainer haalt een speler van het veld. De bal wordt in de 16 gebracht. Een gevaarlijke bal waar de verdediging de grootste moeite mee heeft. Weg is weg, denk ik, keeper. Coutinho. Goed, hij goed. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Adrian Silva. Deze situatie moet Portugal kunnen uitbuiten. Die snijdt naar binnen. Ziet er gevaarlijk uit. Hoekschop. De bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Er komt een dubbele spelerswissel. Ze kiezen voor de lange variant. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Kan Portugal deze kans benutten? Daar komt de aansluitingstreffer, denk ik. Die bal is een prooi voor de keeper. Portugal krijgt een corner. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Quaresma! Dit had een geplaatst afstandsschot moeten zijn, maar de uitvoering laat zeer veel te wensen over. Ja, ik snap best dat je voor je kansen gaat als er ruimte ligt, maar dit is wel een hele erge afzwaaier. Marcelo. Paulinho. Casimiro. Het inmiddels befaamde tiki-taka. Een prima manier om op balbezit te spelen met een voorsprong op het scorebord. Marcelo. Casimiro. Daniel Alves. Gabriel Jesus. Dat moet een doelpunt zijn voor Coutinho. Geweldige kans hoor, maar al even geweldig gekeerd door de keeper. Ja, geweldig gepakt inderdaad. Schitterend gekiept. Brazilië met de mogelijkheid op een treffer. De scheidsrechter fluit. Neymar staat buitenspel. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehaald, Jury. Nou, dat kun je wel zeggen, even. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Paas wat onderschept. Philippe.
Die bal is voor de tegenstander. Daar komt Ronaldo de bal ophalen. Ronaldo kiest voor de weg naar voren. Een hoekschop voor Portugal. Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Dat is wel een goede publiekswissel. Ja, misschien sparen ze hem, want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even een applausje in de ontvangst te nemen. Quaresma. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Portugal krijgt een vrije trap. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Aanvallend spel. Moet je dat zien? De Brazilianen kunnen verder met een inworp. Coutinho. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. André Silva maakt zich wellicht al op voor een schot. Bal weer terug. Miranda. Paulinho. Als een goed gezien. Hij is er vandoor. Dat moet een doelpunt zijn voor Coutinho. Coutinho, die gaat erin. Nu wordt het wel heel moeilijk om nog iets terug te doen. Ja, dat gaat denk ik niet meer lukken. Misschien kunnen we een doelpuntje maken, maar de overwinning is binnen. Laten we die goal nogmaals bekijken. We zijn al een hele tijd op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Coutinho. Die bal is een prooi voor de tegenstander. João Mario. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Het is lichte paniek in de verdediging. Waar ze de grootste moeite hebben om de bal weg te werken. Nog steeds aan het dribbelen. Hij verliest de bal. De scheidsrechter geeft aan dat er 3 minuten bij komen. We hebben nog maar 1 minuut te gaan. Nelson Semedo. En weer een aanval van Portugal. Een opgelegde kans. Een behoorlijke kans zo van dichtbij. Maar ja, hij weet hem niet te maken. Nee, dat was echt een goede kans. Het was geen slechte keuze om die bal te plaatsen. Maar ja, hij mist net de juiste richting. De scheidsrechter fluit alsnog voor die overtreding. En dan geeft hij nog geel ook. Ik dacht dat hij door liet spelen. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 3-0. Ze hebben de halve finale gewonnen en gaan dus naar de eindstrijd. Ja, en een kans dus op de beker. Ze lijken er wel klaar voor te zijn. Heeft het aardig gedaan vandaag. Wat vond jij ervan, Juri? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.